Vanaf gisteren al is het volle bak, haren kleuren, prooi proberen. Dus we zijn al een paar dagen in de carnavalstemming hier. Felgekleurde pruiken, rode neuzen en sierlijke slingers, er is geen ontkomen aan. Het is feest in de stedelijke basisschool van Koersel. Wij mochten ons verkleden vandaag, want wij gingen vandaag ons heel goed amuseren hier in de eetzaal. Het is kakakakabout, het carnaval. Van overuit komen kabouters naar het bal. Voor het kakakakabout. We doen het vooral dus voor de kinderen om even na de studietijd een beetje te kunnen ontspannen hier met de juffen en in onze zaal. Ze hebben vanmorgen ook allemaal een tractatie gekregen, wat pannenkoeken, wat ijs. Koersel is geen echt carnavaldorp. Maar wij proberen het toch levendig te houden, dus ze gaan er volle bak tegenaan. Voor deze bonte gelegenheid is een knotsgek programma uitgestippeld. We hebben een rode loper in het wit natuurlijk met carnaval, waar een modeshow komt. Het is een verkiezing van prins en prinses carnaval. En zij hebben even een uitbundig moment met de kleuters daarbij, want die zijn ook heel mooi verkleed. Groot en klein, iedereen is mooi uitgedost. Ik heb een haakse pak aan. Ik denk dat de leerkrachten heel veel enthousiasme opgesnoven hebben en aan hun kledij te zien zijn ze zeer enthousiast geworden. Of toch niet iedereen? Ik ben verkleed als meester Ludo.